Vriend. Hey. Goed zo. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, goed. Ja, zeker. Ja? Ja. Goed de avond doorgekomen? Ik ben goed de avond doorgekomen, helemaal zelfs. Ja? Ja, wat tegenstandjes gehad. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben blij dat ik hier ben. Goed zo. Ja, trots op je. Dank je wel. Ik ook op jou. Hè. Veel oog voor elkaar, dat is essentieel in de herstel lunchroom. Omdat je daardoor die verbinding aangaat. Mensen voelen zich gehoord. En dat maakt het dat ze sneller open spreken over dingen. De veiligheid voelen om te zeggen, oké, dus ik kan gewoon zeggen dat ik me niet goed voel. Heb je nog wat nodig vandaag? Voor nu niet, maar mocht het zo zijn, dan zou ik altijd mijn bel zetten. Goed zo. Ik hou je in de gaten. Ik ook niet. Lukt Herstel Lunchroom is eigenlijk ontwikkeld door mijn ervaringen in de afgelopen jaren als ervaringsdeskundige, waar ik mensen tegenkwam die in herstel waren. En ik heel vaak hoorde, ik zou wel graag in de horeca willen werken, maar ik word of nergens aangenomen, of de prikkels waren te veel. En toen dacht ik, ja, maar dat moet anders kunnen. En eigenlijk is het daardoor ontstaan en ben ik een plan gaan schrijven dat we een prikkelvrije omgeving gaan creëren, waar mensen gewoon midden in de maatschappij mee kunnen draaien en ook echt kunnen leren en reïntegreren. Een van zijn werknemers is Olivier. Ja. Hij is ex-gedetineerde en momenteel bezig om van zijn verslaving af te komen. Bij veel bazen, als ik mijn grenzen aangeef, wordt er gezegd, je bent een mietje of loop niet te zeiken. En ik weet zeker, als ik hier binnenkom lopen en ik zeg na 10 minuten, ik voel me niet goed, ik zit binnen 2 minuten ook weer aan een tafel te praten over wat er aan de hand is. En ik denk niet dat ik dat ergens vind. Hoe ga je vanavond naar huis? Ik zou het niet weten, want het wordt een hele drukke dag. Dus ik laat het op me afkomen. En als er wat is, dan kunnen we het erover hebben natuurlijk. Daar zijn we hier voor. Maak dingen bespreekbaar. Kwetsbaarheid is onze kracht, hè. Dus maak het lekker kwetsbaar. Sander hoopt dat een aantal van zijn werknemers volgend jaar niet meer bij hem werkt. Ik hoop het. Ja, en dat is positief bedoeld. Want ik vind het mooi als ze de kracht vinden om weer in die maatschappij mee te draaien. Dat ze gewoon weer in een horecazaak kunnen draaien. Dat ze weer de alcohol kunnen zien, kunnen ruiken zonder dat ze wat doet. Of dat ze al die prikkels die ze krijgen, de drukte, gewoon mee om kunnen gaan omdat ze zichzelf goed kennen. Dat hoop ik.